wereldwinkel Schiedam bestaat ruim 40 jaar. In de winkel, gevestigd aan de Lange Achterweg, worden zogeheten Fairtrade gebruiks- en siervoorwerpen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika verkocht. Dit houdt in dat voor alle artikelen een eerlijke prijs is betaald, waardoor de mensen uit deze gebieden met hun bedrijf een eigen bestaan op kunnen bouwen. De wereldwinkel Schiedam wordt momenteel gerund door zo'n 35 vrijwilligers. Voor het voortzetten van de activiteiten is de wereldwinkel op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hen willen helpen om de activiteiten zowel binnen als buiten de winkel voor te kunnen zetten. We gaan het over de wereldwinkel hebben. U kent dat wel, dat winkeltje, tenminste zo werd dat, waar je allemaal derde wereld spullen kon kopen. Bart Voortman, Marja Dokter, welkom. De wereldwinkel. Even heel kort, want ik zeg van waar je allemaal derde wereldspullen kan kopen. Maar volgens mij is dat maar een klein gedeelte van wat jullie eigenlijk willen. Waar staat de wereldwinkel eigenlijk voor? Nou, in de kern klopt het wat je zegt. Hey, bij ons koop je spullen uit de derde wereld. Ja. Maar waar we eigenlijk op ons op richten, wat eigenlijk de achtergrond is van het hele, is dat er met derde wereldlanden of projecten daarin, handel wordt gedreven op gelijkwaardige basis. En dat doen we door een wat betere prijs te betalen dan de reguliere handel. En dat kunnen we weer doen omdat er veel minder tussenhandel in zit dan bij reguliere handel. Ja. Even aan 11 juli, is dat ook jouw motivatie om het te doen? Een eerlijke prijs voor degene die het maakt? Ja, ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt is. Je kunt geld geven aan een goed doel. Ja. En je kunt er ook voor zorgen dat er werkgelegenheid is in die landen. En dat wij via de wereldwinkel bijvoorbeeld hun spullen verkopen. Ja, want Marja, wat doe jij precies bij de wereldwinkel? Ik ben medewerkster in de winkel en doe allerlei hand- en spandiensten op de achtergrond. Want een winkel draait niet alleen maar met medewerkers, nee, maar ook met mensen die allerlei klusjes doen. Ja, ja. Ja, het is een heel breed assortiment wat jullie hebben. Hè. De traditionele, noem ik het maar even, ik heb even opgezocht, de dromenvangers en de kikkers uit Mexico. Ik bedoel, dat beeld had ik nog, hè, zo van, beetje knullig in elkaar geknutselde. Ja. Van dat imago willen we heel graag af. Ja, want ja. Ik zag Piet Hein Eiksen. Ik zag dat er op de webshop dat je daar spullen van kon kopen. Die dopper waterflessen kan je kopen. Jullie hebben wel wat stappen gezet om aan te sluiten meer naar de vraag eigenlijk. Ja, in de loop van de 40 jaar is er natuurlijk ook in de wereldwinkel heel veel veranderd. Ja. En zijn we begonnen met het verkopen van koffie. Ja. Een heel belangrijk product om onder de aandacht te brengen dat mensen die daar de koffie verbouwen, daar ook een goede prijs voor krijgen. Het ging met name over de Angola koffie. Hè? Dat was een van de allemaal in Max Havelaar is toen heel erg naar voren gekomen als merknaam. Om ervoor te zorgen dat mensen in een coöperatie een goede prijs voor hun koffie kregen. Een prijs die niet helemaal afhankelijk was van de wereldprijs van de koffie. In de loop van de jaar zijn er natuurlijk talloze producten bijgekomen. En het knullige wat je al aanhaalde. Kaakchargeert het erbij. Ja, nee, dat snap ik. dat waren bijvoorbeeld de kralenkettingen uit Afrika. Ja, dat waren hele simpele dingen. Tegenwoordig hebben we gewoon hele moderne producten. Mexico is bijvoorbeeld een land waar ontzettend mooi zilver vandaan komt. Maar ook heel mooi aardewerk. Wat in heel veel huishoudens niet misplaatst zou zijn. Precies, ja, ja. Waar zit jouw motivatie in, Bart? Ja, dat gaat wat breder. In de kern gaat het wel om die eerlijke handel, maar mij gaat wat breder, gewoon over een heel wereldbeeld natuurlijk. Want achter die oneerlijke handel zit natuurlijk een heel systeem van denken, ja, waar derde wereldlanden last van hebben. Maar ik denk, eerlijk gezegd, dat we daar zelf hier in dit land ook last van hebben. Dat de kapitaalgoederen natuurlijk maar bij een heel klein select groepje in handen is. En daarmee bepaal je natuurlijk wel de handel. Ja. Het zijn zelfstandige stichtingen, had ik begrepen. Dat elke wereldwinkel is een aparte stichting. En overkoepelend zit daar nog een organisatie. Een organisatie. Ja. Okay, ja. Dus jullie moeten jullie eigen broek ophouden, om even zo te zeggen. Ja, zeker. Ja. Oké, okay. En hoe doen jullie dat?
Door onder andere dit soort promotie naar voren te brengen. Ja. Van mensen, als je een cadeautje zoekt, denk dan niet direct aan iets van een goedkopere zaak, wat misschien maar heel kort meegaat. Maar denk ook eens aan een product waar mensen heel veel werk en energie in hebben gestoken. En die voor mensen ook een stuk werkgelegenheid betekent. Ja. En wat gewoon ook een heel mooi en zinvol cadeau is. Het is een cadeau voor hun, omdat wij het afnemen, degene die het gemaakt hebben. Het is voor de medewerkers een cadeau in de winkel om te kunnen verkopen. En het is een cadeau om te kopen en te ontvangen. Ja, precies. Dus aan alle kanten is het een cadeautje. Ja, ja. Nou, ja. Een van die dingen is ook dat jullie een Fairtrade week hebben. Die gaat geloof ik vandaag in. Extra korting bij jullie in de winkels. We gaan flyeren. Ja, ja goed. Dan moet je wel voldoende mensen hebben om dat te bemensen. En om te flyeren en te doen. Want jullie zoeken eigenlijk vrijwilligers, zoals ik het had begrepen. Ja, dat klopt. We zoeken gewoon mensen om die winkeldiensten te draaien. Kijk, het is zo, we bestaan lang en we hebben een hele trouwe groep van vrijwilligers. Die zitten er ook al lang. Dus, maar die kan wel wat verversing gebruiken, laat ik het zo zeggen. Onder andere voor winkeldiensten. Maar we zoeken ook iemand die klusjes wil doen, die is een beetje handig is met een schroefdraaier. We zoeken mensen die misschien zich wat bestuurlijk in willen zetten. En daarnaast, kijk, het is een club waar je ook kunt ontplooien. Dat is het mooie, hè? Want je vroeg net naar mijn motivatie. Ik was nog niet helemaal klaar. Okay. Want je kunt jezelf ook daar iets doen wat je denkt, nou, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. En dat zou ik eigenlijk wel eens wel proberen. En misschien past dat wel in onze organisatie. Ja. Dat kunnen we altijd bekijken. Hè? Er zijn wereldwinkels die hebben gewoon iemand rondlopen die zich richt op andere bedrijven, zeg maar, het business to business, om die te bewegen, om relatiegeschenken bij ons te kopen, kerstpakketten af te nemen. Nou, dat is ook iets. Misschien zeg je van, nou, weet je wat, ik vind het wel leuk om eens in zoveel tijd op een marktje te gaan staan. In Hof van Spaland of zo. Nou, mag ook. Kunnen we ook mensen voor gebruiken. Het is niet zo, we zoeken wel voor het rooster wat, maar het is ook niet zo dat we de rest uitsluiten. Nee. Kom gewoon praten en dan kijken we wat we aan elkaar hebben. Ja. Het belangrijkste is dat je tijd hebt en dan zeggen wij ongeveer een dagdeel in de week. Maar ja, er zijn ook mensen die doen maar eens in de 14 dagen wat, of die doen wat thuis nog wel. Hè, want er zijn, zoals Marie al aangeeft, er zijn ook andere klusjes die gedaan moeten worden. Maar laten we gewoon kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En je moet het verhaal onderschrijven natuurlijk. Ja, je moet de doelstelling onderschrijven. Ja. Dat is wel, en je moet er enthousiast over zijn. Je moet het leuk vinden om met andere mensen samen te werken. Want het is wel een team. Het is een vereniging. Dus wij zijn toevallig een vereniging. Ja, ja dat maakt niet uit. dus we beslissen ook met elkaar. Dus daar is het niet bureaucratisch. Dat absoluut niet. We vergaderen maar twee keer per jaar. Maar je hoort er gewoon bij. Ja. Je hebt invloed op wat er om je heen gebeurt. En dat is ook leuk. Ja. Stel dat je zegt, van, nou, het lijkt me wel wat, zo'n dagdeel, een mooi initiatief. Hè? Ik sluit me aan met de doelstellingen. Hoe kan men het beste contact zoeken? Kom eens langs. Gewoon langskomen. Ja. En dan is er wel iemand die specifiek de intakegesprekken doet. Dus we leggen dan in de winkel het contact met de vrager en de aanbieder. En dan komt het tot een gesprek en dan is er inderdaad van alles mogelijk. Ja, gaan een trajectje aan vooraf. Ja, precies. Ja. Nou, dat is ook, ook hartstikke goed. Maar motivatie is een heel belangrijk punt, denk ik. Ja. Ja. Hartstikke goed. En als je dan toch binnen bent, ik zag ook dat jullie ook Tony Chocoloni hebben. Uiteraard. Dus pak gewoon nog even een reep chocola mee. Ja. Limited edition. Limited edition. Die alleen maar voor de wereldwinkel wordt uitgegeven. Ja. Ja, ieder jaar weer opnieuw 3 nieuwe smaken. Ja, precies. Ja. En 100% slaafvrij, zag ik. Ja, daar wordt wel naar gestreefd in ieder geval. Oh, er wordt naar gestreefd. Ja, Oké. Gewoon langskomen bij jullie. Jullie zitten aan, voor de mensen die niet weten. Lange Achterweg. Lange Achterweg. Ja. Het is eigenlijk naast Tapperij het Weeshuis. Tapperij het Weeshuis. Ja. De Hoogstraat en dan dat hammetje, dat holletje af. Ja. Dat, daar zit het is niet dan. Moeilijk. Het is niet moeilijk. Nee. Anders vraag je gewoon waar de wereldwinkel is en dan weet iedereen wel. Dank jullie wel. Graag gedaan. Bedankt.